Markelo. Een machtig mooi feest. Dan om als eigenaar zo'n gigantisch feest, want dat is echt wel, het is echt uitgegroeid door een gigantisch feest, nou, gewoon te mogen doen. Ja, daar ben ik trots op. Net als alle andere caféhouders zijn we daar gewoon echt trots op. Voor 10, 15 jaar terug waren we een keer 15, 20 man. En door de laatste 5 tot 10 jaar is het zo extreem gegroeid. Want de laatste keer, 6 jaar terug, toen zaten we nog in de kelder, hadden we 100 man. En nu heeft het vervijfvoudigd. Dus ja, het is gewoon buitengewoon uit de proporties gekomen. Ja. Alleen ik moet al in de tent steeds groter worden. Dus over 6 jaar zien we wel wat wordt. Ja. Wat ik zo leuk vond is dat andere collega's er ook gewoon zijn. Dus collegialiteit onder elkaar. Ja, dat is er wel. Want we doen ook alles met ons samen. We overleggen ook alles met ons samen. Wat we wel of niet gaan doen. Er wordt altijd wel aan ons getrokken van gaan we wel of niet nu naar de tent met de finale. Want de tentcommissie wil dat graag hebben dat we daar naartoe gaan. Maar ja, wij doen de voorrondes. Wij willen ook iedereen zijn eigen finale hebben. En één keer in de 6 jaar ben je aan de beurt. Ja. Dus ja, dat nemen ze ons niet zo af. Te begrijpen. En toen dacht ik van ja, dan nu moet ik toch echt een keer voor gaan. Dus, En het is gelukt. Ja, ik ben super blij. Echt super blij. Ja, maar jullie hielden de spanning er goed in. Ja, te spannend. Veel te spannend. Ja, ja, maar ja, goed. Ja, weet je, je hoopt dat je wint. Maar ja, goed. Het is natuurlijk even kijken van hoe het dan gaat ook met de tegenstander. Ja, ik denk ook als zij 1 punt maakt, dan moet ik er 2 maken. Want anders dan komt het niet goed. Dus, maar uiteindelijk is het gelukt. Ja. En ook de achterban leefde ontzettend met je mee. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk omdat je al een aantal jaren meedoet. En je weet gewoon wel dat je best
best wel bij bepaalde mensen wel wat teweeg kan brengen. En die hopen dat. Die heb je op een gegeven moment een heel erg gunfactor. En ik had de hele tijd zoiets van, ik zit er nu zo dichtbij. Dit moet gewoon mijn jaar worden. Dus, nou ja, dus vandaar. Dus, en het is jouw jaar geworden. Het is mijn jaar geworden. Ja. Ik ben heel blij. Ja. Ja. Hier wist ik niks van, man. Hier wist ik niks van. Echt niet. Ik was gewoon te passen. Kijk, ja. Het is een tientje geleden geweest dat ik het won was. Dat was 92. En nu eindelijk een keer weer. Het ging niet vanzelf, moet ik zeggen. Het was best wel knokken en zo. Edwin is in principe een betere biljarter. Dus ik moest met knokken en zo. Maar ik vergaat niet in die puntjes van elkaar. En uiteindelijk was het genoeg. Dus ik was niet blij. Ja, een ontlading. Sorry, niet. Wat een ontlading net. Ja. Ja, maar je bent heel die daarmee bezig. Je bent hier al heel veel tijd, maar onverwacht te beteren. Ja, er ook waren met die probeert zo rustig mogelijk te blijven. Maar ja, er stond nog een beetje met en zo. En in één gaat staan, zo hier is. Ja. Hè? Ja, natuurlijk. Dan ga je op lust. Dus, en ik hoor op zich nog wel van een feestje. Dus kijk. Maar nu komt dat wel goed. Ja, dat komt zeker goed. Dat komt zeker goed. Ja.